Want dat horen we al een jaar of drie in de Tweede Kamer. 3,5 zo'n beetje, want sinds 3,5 jaar bent u fractievoorzitter. Een van de weinige vrouwen toen nog, ja, zal ik maar zeggen. Vindt u dat u gegroeid bent in die tijd, mevrouw Marijnissen? Of ik gegroeid ben? Ja. Niet fysiek bedoel ik. Dat in ieder geval niet. Okay. dat denk ik wel. Ja, laten we eens even kijken naar uw ontwikkeling. Oh jeetje, ja, laten we daarnaar kijken. Inmiddels 2 weken Kamerlid, nog geen spijt? Nee, ik heb nog geen spijt. Welkom in Den Haag. Er is geen meerderheid voor het houden van een derde termijn. Geen discussie. Emiel Roemer stopt ermee. Zijn opvolger Lilian Marijnissen. Voorzitter, de premier heeft gegokt en hij heeft verloren. Jij wil niet samenwerken. Hoe kom je daarbij? Oh ja, dat is een dure auto. Het is wel een prettige auto. Het is geen SP-auto. Forum voor Democratie is in één klap de grootste partij bij de Provinciale Statenverkiezingen. En de grootste verliezer is Lilian Marijnissen. Ik denk dat één ding duidelijk is, dit zijn niet onze verkiezingen. En dat brengt mij tot de testcapaciteit, voorzitter. Dan kan de minister-president boos worden en gaan roepen, maar volgens mij gaan we die grens over. Wanneer zijn de verkiezingen deze keer voor u geslaagd, mevrouw Marijnissen? Nou, wij hopen toch wel dat we gaan winnen. Hoe bedoelt u? Nou, zetels. Hoeveel? Ja, we hebben er nu 14. Dus winnen is alles meer dan 14. Ja, is het doel ook om te gaan regeren? Ja, uiteindelijk wel. Want we willen Nederland eerlijker maken. En dat kan eenmaal makkelijker in een regering. Ja, u wilt het minimumloon omhoog. U wilt het grote bedrijfsleven meer laten betalen. Meer belasting, winstbelasting. U wilt dat het grote bedrijfsleven meer terugdoet voor de samenleving. U wilt belastingconstructies aanpakken. De punten die ik opnoem komen niet alleen uit uw verkiezingsprogramma, maar ook uit dat van de VVD. Dat voelde ik al. De partij die u alle ellende toeschrijft die de afgelopen 10 jaar is. Hoe bijzonder is dat, hè? Ja. Ja, dus u kunt makkelijk met Mark Rutte gaan regeren, de man op wie u de hele tijd afgeeft. Nou, makkelijk denk ik niet dat het wordt. Maar kan het? Liever ook niet. Liever, maar kan het? Wat kan? Dat zal na de verkiezingsuitslag moeten blijken. Daar zal alles wat ons betreft van afhangen. Kijk, als de SP zo groot wordt, en dat hoop ik, en daar gaan we ook vol voor, dat we fundamentele verandering kunnen afdwingen, ja, dan wordt het interessant natuurlijk. Ja, maar goed, de VVD is opgeschoven naar het midden en uw voorganger, Emiel Roemer, sloot die partij bij voorbaat uit. Dat doet u dus niet. Nee, ik heb bij mijn aantreden gezegd, deze VVD die van Mark Rutte in de tijd van het neoliberalisme, namelijk alles aan de markt en dan komt het allemaal wel goed, die sluiten wij uit. Dat is denk ik ook een hele logische verklaring waarom de SP de afgelopen jaren nog niet geregeerd heeft. Ja. Want toen was dat neoliberalisme dominant. Ja. En daar hadden wij niks te zoeken. Maar wij zijn de linksbuiten van het parlement. Dat zullen we ook blijven. Ja. En als we in een coalitie terecht zouden kunnen komen, wat ik zeer hoop, dan zullen we dat ook blijven. Maar u gaat nogal een keer tegen dat neoliberalisme, tegen de marktwerking in de zorg, ook bij de toeslagenaffaire. U geeft Rutte overal de schuld van. Maar hij staat op 35 zetels vandaag in de peiling van Maurice de Hond. 40 tot 45 in de gemeenschappelijke gemene delen van al die peilingen. U op 10. Denkt u nou niet dat de rest van Nederland denkt dat Rutte het beter heeft gedaan dan u? Nee, dat denk ik toch niet. U heeft natuurlijk helemaal gelijk als je naar de peilingen kijkt. Ik denk wel dat het zo is dat we in een bijzondere situatie zitten, namelijk in een grote coronacrisis. En je ziet eigenlijk ook in andere landen, hè, dat dan toch de zittende partijen, ja, dat die het goed doen. En dat snap ik ergens ook wel. Maar het zal wel zo zijn, deze verkiezingen gaan natuurlijk wel over de komende 4 jaar. We hopen dat we straks in een gevaccineerd land zitten. Ja. Maar het zal ook moeten gaan over, hoe krijgen we nog een betaalbaar huis? Het zal ook over moeten gaan, krijg je inderdaad je eerlijke deel? Gaan we bijvoorbeeld naar winstdeling toe met die bedrijven? Het zal ook moeten gaan over dat eigen risico. Schaffen we dat nou eindelijk een keer af of niet? Want u heeft gelijk, allemaal mooie praatjes in die verkiezingsprogramma's. Ik lees ze ook. Ik denk, dat komt best wel bekend voor, her en der. Maar het zijn natuurlijk wel allemaal maar woorden. En ik denk dat een grote SP de enige garantie is dat er ook daadwerkelijk wat gaat veranderen. Wat ik heel interessant